Guess who's back? Ik ben vandaag live met Gwenda. Zij komt zo de Zoom in, of Zoom, de live in. Ik zal even kijken of ik haar kan uitnodigen. Gwen. Label G. Want wat Gwen heel goed kan... is zorgen dat jij voor jezelf gaat kiezen op ieder vlak dan ook. En ik denk dat dat een onderwerp is wat zeker bij ondernemers vaak... vergeten wordt. Ja, daar is een goedemorgen. Goedemorgen. Bij veel ondernemers zeker vaak vergeten wordt dat je af en toe iets meer jezelf in acht moet nemen, maar niet alleen in gezondheid, maar ook in keuzes die je maakt. Ik was even aan het aankondigen wat je doet en waar we het over hebben, gaan hebben vandaag. Dus hoor je mij goed? Ja, ik hoor jou wel. Ik zie je niet. Oh, dat is gek. We hebben ook nog even niemand erin die even... Ja. Dus misschien dat Thijs even kan laten weten of hij ons allebei ziet. Ik zie jou wel en ik hoor je ook goed. Dus we gaan gewoon lekker starten. En dan, ik ben er in ieder geval wel. Ik ben, dus dan weet je in ieder geval dat er iemand... Oké, okay, top. Nee, maar Gwendy is dus expert op het gebied van kiezen voor jezelf. Dus niet alleen maar, zeg maar qua gezondheid dat je bepaalde keuzes maakt, maar ook gewoon wat voelt goed voor jou en waarin loop je jezelf niet voorbij. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Ja. Top. Ja, voor jezelf leren kiezen inderdaad. Niet doen wat je denkt dat je moet doen, maar daadwerkelijk wat je wil doen. Ja, precies. Cool. Hey, en voor jouw volgers die mij nog niet kennen, ik ben Barbara en ik help mijn klanten met... ik leer ze hoe ze online moeten kunnen gaan verkopen. Dus via Instagram, TikTok komt het steeds vaker voorbij, LinkedIn, door middel van content marketing. Veel stories, maar ook langetermijn content steeds vaker. Dus dat is hetgene waar ik mee bezig ben. En we gaan vandaag lekker hebben over... hoe dat dan zit in content, want volgens mij, wat al even gehad over het onderwerp, had jij gezegd van Bar, het is wel zo dat op het moment dat je jezelf weer dingen gaat opleggen omdat je vaker online moet zijn, gebeurt het juist dat je ook weer dingen gaat doen waardoor je niet zo goed voor jezelf kiest. Ja. Kan je die voor mij iets verduidelijken? Ja, zeker. Nou, je merkt, hè, er is best wel toch een druk, consequent online zijn, de juiste doelgroep aanspreken, er is best wel veel dingen waar je aan moet voldoen, zogenaamd, volgens het perfecte plaatje, om succesvol te zijn. En wat je daarin merkt, is dat je jezelf dus best wel kan verliezen in wat wil ik? Of ja. Wat zie ik wat anderen doen wat goed is? Dus een soort van naaapgedrag. Waardoor je dus niet meer eigenlijk uniek bij jezelf bent. Je het heel moeilijk vindt om daadwerkelijk content te kunnen schrijven. Want ja, je doet eigenlijk niet wat je diep van binnen voelt, dat je daadwerkelijk wilt uitspreken, wilt doen, aan de wereld wilt laten zien, zeg maar. Ja, en ik vind deze wel interessant, want het is dus, nog één, wat ik even herhalen wat je zei. Je zei dat je de dingen doet die je ziet gebeuren bij anderen, dus naaapgedrag. Maar dat zit hem dus niet per se, ik heb altijd het idee dat naaapgedrag dat is dat ik mijn woorden gekopieerd zie worden. Dat gebeurt bij mij regelmatig. Maar dat zit hem dus bijvoorbeeld er ook in als ik bepaalde routines van iemand overneem. Omdat ik dan denk van, oh, de routine is goed, want zij doet dat, dus dan doe ik dat ook. Ja. Ja, het is eigenlijk natuurlijk, hoe meer jij onzeker wordt van jezelf in het ondernemerschap, hoe meer jij natuurlijk eigenlijk gaat kijken naar degenen die wel succesvol zijn. En dat een soort van gaat kopiëren, omdat jij denkt dat dat dan de succesformule is. Maar we vergeten daar natuurlijk eigenlijk dat de hele succesformule is dat mensen daadwerkelijk verliefd worden op de persoon en van jou willen kopen. Dus niet per se van jou die een kopie is van Pietje, maar van jou in hoe jij bent, hoe je jezelf uitspreekt, hoe je eruit ziet. Nou ja, dat soort dingen. Cool. En ik moet ook zeggen, kijk, dit is natuurlijk in verkopen is het ook vaak zo. Wat tenminste, ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar wat je dus vaak ziet op online is dat iedereen zeg maar elkaars strategie gaat kopiëren. Maar helemaal niet elke strategie werkt voor iedereen, omdat er gewoon iedereen is een ander persoon, zeg maar. Hoe werk jij voornamelijk veel met particulieren of ook veel ondernemers? Zeg maar, met klanten. Nou, het is eigenlijk allebei, voornamelijk in eerste instantie wel een particuliere markt, maar eigenlijk, bij mij gaat het natuurlijk gewoon om de vrouw in basis. Dus of jij nou ondernemer bent of een ambitieuze ondernemer of een ambitieuze vrouw in loondienst. Het gaat erom dat ik het belangrijk vind dat jij als vrouw in die kracht durft te staan. En dat jij dus gaat voelen dat jij mag doen wat jij wilt en niet per se wat de wereld je oplegt. Dus het gaat mij om het persoontje erachter en niet per se wat je doet. Maar wat meer in wat je wilt doen. Cool. Hey, en ik vind dit een heel bijzonder onderwerp, zeg maar. Gewoon maar op een leuke manier. Omdat
Er zitten zoveel dingen in. Wacht, ik ga proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Ik denk dat het handiger is. Zie je mij nu inmiddels wel? Nee. Kan iemand in de chat even laten weten of ik zichtbaar ben in beeld? Want Gwen zegt dus van Bar, ik kan jou niet zien, ik kan jou horen. Maar ik vind het een van de leukste onderwerpen. Want ik wil eigenlijk aan jou vragen van joh, moet je luisteren als ik dus bezig ben met bijvoorbeeld een lancering, verkopen. Ook top. Femke ziet mij. Dus ik. Ja, hij ligt ergens in de verbinding tussen. Ik weet niet, ben je in Nederland? Nee. Oh nee, ja, dan ligt ze aan de. Je bent niet in Nederland. Ja, Ik denk dat het is. dat is het. Oké. Portugal heeft zo'n beeld Ja, geblokt voor mij. ik mag niet naar Portugal, daar houdt het op. Nee, jongens, als je vragen hebt, trouwens, zet ze even in de chat. Maar het leuke vind ik dus dat. Ik wil eigenlijk aan jou vragen: wat is bijvoorbeeld een oefening die ik zou kunnen doen om bij mezelf te gaan kijken van, joh, is dit nou iets wat echt bij mij past? Of is dit iets waar ik gelukkig van word? Deze dingen in mijn bedrijf, is dat wel iets wat ik moet doen? Of heb ik dat in overgenomen omdat een coach tegen mij vertelde dat ik die strategie moet gebruiken? Maar aan de andere kant, als ik weer aan jou vraag, wat is een oefening die ik daarvoor kan gebruiken? Leg jij mij dan weer niet iets op waarvan ik niet weet of dat bij me past, snap je? Of denk ik hem dan te ver door? Nou ja, de oefening die ik jou zou opleggen, zouden meer opdrachten zijn. Niet per se van doe dit, want dan lukt je dat. Ben je Maar het niet heel veel aan? ik stel meer vragen inderdaad van oké, wat je nu doet, gaat daar ook jouw energie zeg maar van borrelen? Is dat wat je verlangt? Waarvoor wil jij überhaupt staan in het leven, zeg maar? Wat wil Ja. jij echt? En wat denk je dat je inderdaad moet doen? Maar dan. Dus meer dat je ook echt even bij jezelf gaat nadenken van oké, laat ik eens gaan opschrijven. Ik zeg ook altijd, maak bijvoorbeeld dus een vision board. Maar dan gewoon kijk eens welke plaatjes jou aantrekken. En niet per se in dromen of doelen, maar meer gewoon waar voel jij je ja, lekker bij, zeg maar. En gewoon meer terug naar binnen gaan keren. Ik denk dat we best wel wat lagen hebben gecreëerd met te moeten voldoen aan. En dan voornamelijk, stel je wilt ondernemer zijn, dan wil je dat dat succesvol is. En dan blurren we zeg maar in, nou, misschien een voorbeeld. Ik begon als ondernemer en heel lang geleden. En toen vroegen mensen heel snel aan mij, ja, hoe ga je nou geld verdienen? En toen ging ik meteen een soort van ratelnet, oké, hoe ga ik geld verdienen? Hoe moet ik dit gaan zorgen? En toen merkte ik een soort van reisblog, waarin ik uitstapjes deelde en toen dacht ik, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Maar ik was zo geduwd in een hokje met je moet succesvol zijn en geld maken, dat ik vergat om te kijken, maar wat was de basis waarom dat ik er überhaupt ooit mee wilde beginnen? Ja, wat was voor jou die basis toen? Die basis was, ik wilde heel graag dat gevoel wat je hebt op vakantie, dat vrije gevoel, die rust in je hoofd, je bent veel meer jezelf. Als je, nou ja, eigenlijk soms wordt weggetrokken van de omgeving, je thuis, hè, je Ja. thuisomgeving met sociale verplichtingen. En ik wilde gaan kijken, oké, hoe kan je dat gevoel van vakantie implementeren in je dagelijkse leven? En dat gevoel van vakantie, dat werd soort van dus vertaald in een reis, Instagram. En helemaal niet meer in, ja, het gevoel, zeg maar, je verlangen, je Ja. ik. En omdat ik dus, ja, door middel van andere meningen werd geduwd in een hokje. En daar ben ik eigenlijk weer uitgegaan om te denken, nee, wacht even. Wat wil ik? Wat wil ik hiermee bereiken? Wat wil ik de wereld, zeg maar, gaan geven? Wat laat ik eigenlijk nu nog niet zien? Welk potentieel zit in mij waar ik me klein in houd? Ja. Ik vind dit het leuke, want dit is wat ik ook altijd tegen mijn klanten zeg. Ga nou eens kijken, zo los van. Kijk, er zit altijd een stuk strategie overal bij, zeg maar. Gewoon, oh, dit is handig om te doen, dat werkt. Maar ook gewoon, wat wil je graag delen? Wat wil je graag vertellen? En daar sluit dit dus heel erg goed bij aan. Omdat ik geloof dat daar vaak een juiste energie en een passie in zit, waar mensen het gewoon makkelijker op aanhaken. En omdat je dan ook. Kijk, we zijn ondernemer omdat we graag vrijheid willen en dergelijke. Maar ook, voor mij is het heel graag. Ik wil graag inspireren. Ik vind dat heel erg. Leuk om te doen. Ik weet niet of dat de juiste bewoording is, maar ik vind het wel. Ik wil gewoon een voorbeeld zijn voor anderen, zodat iedereen zijn beste leven kan leiden, laat ik het zo zeggen. En omdat ik dat dan zelf heb en omdat ik anderen dat ook gun en omdat ik gewoon zie dat heel veel mensen dat
nog niet doen voor zichzelf, zeg maar. Zeker vrouwen, die hebben nog echt wel een ding erop zitten dat het moet allemaal voorzichtig en hoe spannend, zeg maar. Dus ik denk ook dat vanuit, wanneer je dus vanuit die passie gaat delen van hé, hey, moet je luisteren, dit is hetgene waar ik echt voor sta, dat dat ook heel erg goed aanhaakt. En dat je dan goed gaat kijken van oké, okay, wat is dan inderdaad echt hetgene wat ik wil gaan delen? Waar wil ik het over hebben? Los van, als ik het dan betrek bij mij op sales, zeg maar, doelgroep, wat zijn de pijnen, allemaal van dat soort shit. Nee, ga eens gewoon vertellen tegen de wereld van, hey, dit vind ik, zeg maar. Ja, precies. En dat heeft natuurlijk ook best wel te maken met hoe sterk je dus ook in je schoenen staat om het daadwerkelijk te durven uiten. Want daar gaat het soms ook nog wel in mis, hè. Vanuit de vrouwen willen toch graag heel goed doen, willen succesvol zijn zeg maar, op het werk. Maar we willen ook succesvol zijn in ons privéleven. We willen het voor iedereen goed doen. We willen bij iedereen een groepje aan met ik vind jou leuk vallen. Ja. We vinden het heel moeilijk om het ook prima te vinden dat mensen ons niet leuk vinden. Dat dat niet onze bloedgroep is, zeg maar. Dat is ook echt wel een stap dat je moet gaan denken van, ja, fuck it. Ik ben wie ik ben en mensen vinden mij leuk om wie ik ben. Vind je me niet leuk? Prima, daar is de deur. Gaan we naar een ander. Ja. Ja, en weet je dat ik heb hier zelf af en toe nog ook wel eens. Mijn man probeert me elke keer te bellen, maar hij moet echt even stoppen. Het is nu klaar. Ik zit in een live. Nee, maar ook dat is kies voor jezelf. Dat ik hem gewoon even wegdruk. Bel Ja, zo. Hij precies. mag overgaan. Maar kijk, dit vind ik nog wel eens een ding. Want ik heb hier aan de ene kant heb ik hier een hele grote mond in. En op de. Laten we het zo zeggen. 9 van de 10 dagen boeit het me helemaal niks. Maar toch, afgelopen weken komen er best wel veel volgers bij. Maar hoe meer ik me uitspreek. En ik moet ook zeggen dat het stukje long-covid daar ook wel in bijdraagt. Ik denk dat heel veel mensen toch ook nog denken van ja. In deze bullshit geloof ik niet. Dat dan toch nog ontvolgers zijn. En ook al, dus mijn volgersaantal blijft gelijk. Overal komen er heel veel nieuwe mensen bij waarmee ik echt superleuke DM-gesprekken heb. Gewoon over koetjes en kalfjes en hey, hoe gaat het? En helemaal niks salesachtigs. Maar dat er dan toch mensen weggaan, denk ik echt, oh jee. Weet je, maar dat doet me toch wel iets. Dus sommige dagen hoor, niet altijd. Ja, maar ik denk ik geloof ook niet in het feit dat het je nooit iets zou aantrekken. We zijn ook mens, hè? Ja. We gaan daar natuurlijk ook goed op. Alleen je moet zorgen dat het niet meer impact op je heeft, waardoor je bijvoorbeeld een hele dag niet online zou willen gaan, omdat je dat wat heeft gedaan, zeg maar. Dus je moet Ja. eigenlijk zorgen dat je hoofd ermee gaat leren omgaan. Want heel je leven bestaat eruit dat het soms niet loopt zoals je het wilt. Alleen hoe kan jij daar als persoon, zeg maar. Ja, meer leren omgaan dat je wel gewoon stabiel blijft. Dan dat je denkt: oké, okay, laat maar. Ik gooi de handdoek in de ring. Ik stop ermee. Die heeft me gevolgd. Het doet me pijn. Ja. Dat je gewoon weer denkt: oké, ouch. Vervelend. Dat. Maar we gaan gewoon weer door met wat ik wil. Maar vooral ook zeg maar dat ik dan dus omdat 10 mensen me hebben ontvolgd, dat ik dan 2500 mensen die me wel nog volgen niet meer wil vermaken met content of zo. Weet je wel, wat gebeurt er in mijn hoofd? Ja, maar dat is ook een beetje, we focussen zo graag op het negatief en dan blijven we heel erg daarin hangen. Terwijl wat ik Terwijl die we. volgers verliezen in een week op 2500 mensen die me wel nog volgen, weet je wel. Dat is Dus. ook. Dat is het ook. Maar dat is gewoon echt even ook een mindset ding van, oké, hoe word je ook gewoon stabiel? Hoe krijg je die zelfverzekerdheid weer terug? Hoe groeit je zelfliefde? Want hoe meer je natuurlijk jezelf waardeert, jezelf op de eerste plek zet. Hoe sterker je ook in je schoenen gaat staan en hoe minder je je laat leiden door de mening van anderen, door wat anderen van je verwachten. Ja, en jij bent natuurlijk nu best wel echt, jij bent super zichtbaar. Ik zie echt heel veel van jou voorbij komen. Ik doe alleen iets te weinig engagement met je nog. Maar ik zie je wel elke dag voorbij komen met je content. Dus allereerst lekker bezig. Ten tweede, heel tussendoor. Als iemand vragen hebt, zit ze lekker in de chat. Dan kunnen we daar even mee aan de slag ook. Wat heb jij voor jezelf nu gedaan, waardoor je zo super zichtbaar bent. Zit het ook in een keuze met kiezen voor jezelf en ik ga voor een bepaald doel en daarom neem ik bepaalde acties? Of is dat gewoon van hé, hey, dat zijn gewoon mijn non-negotiables op een dag, dus dat zijn gewoon de taken die ik eventjes moet doen en dat is ook omdat ik dan voor mezelf een hoger doel heb? Of hoe doe jij dat? Want ik denk Nou dat ja, ik heb. dit toch voor veel mensen toch het probleem Ja. is. Ja. Nou ja, ik zit inderdaad hier in Portugal omdat we hier een huis hebben verbouwd. En ik merkte best wel dat het voor mij die hele verbouwing ook voor uitdaging heeft gezorgd. Dus heel erg met: oké, wat wil ik nu? Waar ligt mijn prioriteit? En ik merk dat ik de laatste tijd gewoon veel meer denk: oké, Label G is waar ik gelukkig van word. Ik wil de vrouwen helpen. Ik wil
ja, zichtbaarder worden voor meer vrouwen. Dus ik moet ook gewoon veel meer van mezelf laten zien. En ook gewoon laten zien van ja, ik ben nuchter, ik ben direct. Bij mij hoef je geen zweverige tralala te verwachten. En dat ook veel meer te laten zien. En hoe meer je van jezelf laat zien, vooral denk ik ook in de wereld van coaches, of ja, mindset coach, ben business coach. Ja, mensen kiezen wel voor jou. Dus het is wel belangrijk dat ze ook zien wie ik ben, hoe ik praat, hoe ik beweeg. En hoe meer ik dat laat zien, hoe meer mensen van me gaan houden. En denk, oké, okay, ja, ik moet dit ook gaan doen. Ik moet ook leren voor mezelf kiezen. Ik moet me niet meer gaan druk maken om wat andere mensen van me verwachten, maar wat ik daadwerkelijk wil. Ja. Nou ja, en ze dan ook daarmee kunnen inspireren en de herkenning kunnen geven die ze waarschijnlijk ook gewoon best wel zoeken, maar nog niet echt altijd vinden. Hey, en hoe is met je, want je hebt die 30 dagen challenge, toch? Was het 30 dagen? Ja. Hoe is het? Ik moet hem nog even downloaden bij je, want volgens mij is die superleuk. Ja, download allemaal via mijn link in bio. Hey Sof, hoi Sof. Oh, hey. Kijk, lieveling. Oh. Met een hartje. Liefde. Nee, ja, dit gaat heel goed. Echt wel veel vrouwen die erop inhaken. Ik ben er ook wel echt heel fan van. Ik vind hem ook echt helemaal, helemaal nice. Helemaal mooi om hem te zien. Ja, en het, ook dat weer. Het gaat niet alleen maar over 30 dagen momentje voor jezelf. Maar ook gewoon echt wel over verder kijken dan, oké, dit is een moment voor mezelf. Ik heb er ook opdrachten in gedaan die vanuit mijn traject komen. Om ook even die diepere laag in jezelf aan te raken. Want we zijn nogal gewend om altijd praktisch het met dingen op te lossen. Maar helaas, daarmee lossen we het niet altijd op voor de lange termijn. Dus na die 30 dagen wil ik ook dat je het volhoudt om nog steeds die momenten voor jezelf te nemen. En daarom zit die opdracht er ook in. Om ook echt even te gaan denken van, ja inderdaad, wie ben ik? Wat wil ik? Wat houd ik me op dit moment nog tegen? En wat kan ik daaraan doen? Je hebt allemaal fans, Gwen. Femke zegt, ik weet niet of het Fem eigen man. Of is het Femke Igeman? Ik weet het niet. Maar goed, volgens mij Femke. Femke. Ja, de 30 dagen challenge is echt een dikke aanrader. Dan hebben we Scala Amsterdam. Ze zegt, ik kan niet wachten om ermee te beginnen. Even kijken, coach Namai. We hebben een vraag. Hoe besluiten jullie om te samenwerken met iemand anders op socials zoals dit interview? Moet je dan vriendinnetjes worden of heeft het ergens anders mee te maken? Nou, wat ik dus hierin doe, is altijd kijken, is het iemand waarmee ik sowieso een klik heb? Nou, Gwen en ik, wij werken al een tijdje samen, dus ik heb met Gwen heb ik een klik. Ik ken haar goed, ik weet hoe de bedrijf in elkaar zit. Dus er moet wel iets van een raakvlak zijn, in ieder geval qua persoonlijkheid en qua zakelijk vlak. Ik weet vanuit ervaring, ook omdat ik dat zelf heb moeten leren, en dat omdat heel veel vrouwen om me heen dat hebben en ook veel van mijn klanten, dat kiezen voor jezelf in veel opzichten nog steeds een uitdaging is. Dus ik weet ook dat het voor mijn volgers handig is om informatie te kunnen tappen van Gwen. En dat is dus ook waarom we dit doen. Daarnaast is het voor ons bereik natuurlijk handig. Ik kan Gwen haar bereik gebruiken en Gwen mag mijn bereik gebruiken. Daar zitten nergens verplichtingen aan. Niemand hoeft me per se te volgen. Als je dat wil, haak lekker aan. Kom bij de club. En als je Gwen wil volgen, doe dat ook vooral. Maar dat is eigenlijk de reden waarom ik waarop ik dit baseer, zeg maar. Hoe ik dus besluit of ik dit wel of niet ga doen met iemand. En voorheen had ik ook nog een dingetje dat ik, zeg maar, dan ondernemers uitkozen die een bepaald bereik hadden qua volgers. En dat is eigenlijk puur omdat ik ook weet dat er heel veel ondernemers zijn die heel lang blijven hangen op die 100 volgers. Omdat gewoon het type ondernemer niet mijn bloedgroep is en niet doorpakt. Dus ja, dat klinkt misschien een beetje hard, maar dat is wel de reden waarop ik sommige keuzes maak. Terwijl er zijn nu ook heel veel ondernemers die nog geen 1000 volgers hebben, of wel niet eens 500, met wie ik ook live ga. Gewoon omdat ik weet, de vibe is er, de kennis is er, het wordt gewoon een leuke live en we kunnen lekker lullen. Ja. Ben je er nog iets aan toevoegen? Nee, ja, wat je inderdaad zegt, ik denk wel dat er een klik moet zijn om ook gewoon een leuke live te gaan maken. Hè? Als je zo van twee mensen tegenover elkaar hebt zitten, waar ook niet. Je voelt dat er natuurlijk ook iets is. En dat is denk ik wel heel belangrijk om ook mensen te trekken en te enthousiasmeren. En ook daadwerkelijk te willen luisteren naar wat je te zeggen hebt. En ik denk ook dat ook hierin, met wie ga je zo'n live doen? Dat is luister naar jezelf. Ik heb echt zo vaak berichten gehad van mensen van, hoi, kunnen wij een keer? En dat ik echt dacht van, ja, volgens mij kom je alleen maar bij mij tappen. En omdat je mijn volgers wil. Niet per se omdat je iets te brengen hebt. Kijk, ik weet dat wij hier gewoon zitten omdat het leuk is. Zeg maar, natuurlijk, bereik is handig, maar ik vind het ook. Ik vind jou
topics heel handig en interessant. En jij vindt mijn topics heel handig en interessant. Dus het is gewoon een leuk gesprek om te voeren. Ja. En anders hadden we misschien, ja, weet ik veel, misschien wel een keer gefacetimed hierover. En nu doen we het gewoon dat iedereen het kan zien. Dus ja, dat is en ook daar, inderdaad, wat je zegt, het heeft ook weer te maken met, wil jij met die persoon dan daadwerkelijk die live doen? Voel jij je daar lekker bij? Of ga je het inderdaad weer doen om de volgers of om dit, om dat? Ook daarin gewoon weer echt teruggaan, ja, naar je basis, naar jou. En continu die vragen blijven stellen. En vroeger durfde ik echt geen nee te zeggen. Er is echt een tijd geweest dat ik gewoon zei, ja, is goed hoor. En dan zat ik daar weer in de kwartier en toen dacht ik echt van, wat ben ik in godsnaam met mijn tijd aan het doen? Ja, maar ook dat komt dus ook omdat jij ook gegroeid bent als persoon. Want in basis ook weer vind ik het allemaal moeilijk om nee te zeggen. Ja. Ik bedoel, er zijn boeken over uitgebracht, hoe zeg je nee en dat niet. Soort dingen. Dat blijft natuurlijk ook een ding, maar hoe meer jij in je eigen kracht gaat staan, hoe meer jij in jezelf gaat geloven, waarderen, hoe meer jij ook weet wat je waard bent en daarin ook je keuzes baseert. Zullen we nog even kijken of er iemand een vraag heeft, ja. Eén of twee? Ze staan nu niet meer in de chat, de berichtjes hebben we allemaal behandeld, maar als er nog iemand één of twee vragen heeft, zet ze nu even in de chat. Ik weet dat er een kleine vertraging in zit. Dus ik wacht heel eventjes en we lullen nog even een half uur, een half minuut vol. Zorg sowieso voor de mensen die er zijn. Volg ons even als je denkt van, hey, ik vind jullie leuk. Kom er lekker bij. Join we the delen club. Allebei echt super leuke content. We delen allebei leuke content en ook nog steeds bakjes koffie. En niet alleen maar sales shit, zeg maar. Dus, en ook wel, ik deel de laatste tijd ook wel weer veel grappige memes. Ik vind dat wel echt heel tof. Dat geeft ook wel weer iets van jouw persoonlijkheid natuurlijk weer. Ja. Hè, ja deel ook gewoon inderdaad waar je goed... Jij gaat daar goed op. En ja, ik vind dat dan ook weer grappig. Dus daarmee trek jij mij natuurlijk ook weer aan. Ik denk ook dat wanneer het alleen maar sales shit wordt... Dat het ook gewoon niet zo heel erg... Oh, ik bereik over 5 minuten al mijn dagelijkse Instagram limiet. Maar die staat ook niet zo hoog tegenwoordig meer. Maar wat was ik aan het vertellen? Long-covid brein. Dat jij zeg maar ook steeds meer ook deelt persoonlijke dingen, zeg maar. Op dingen wat jij leuk vindt. Ja, maar ik denk dat anders wordt het een soort van één grote telcel reclame. Dat lijkt me ook niet echt chill. Ja, en ik geloof niet dat mensen dan... Ik denk dat toch ook dan sneller doorklikken. Met, oh, er is weer zoiets. En we door naar de volgende. Ja. Dus dat... Er komen geen vragen meer binnen, dus ik denk dat we het gewoon lekker gaan afsluiten. Dan hebben alle berichtjes behandeld. Thanks dat jullie wilden komen, Gwen. Voor iedereen die het gered heeft, tot het einde van de live weer opnieuw. Oh, toch nog één vraag, die gaan we nog doen. Thanks dat jullie in ieder geval was. We behandelen nog even deze vraag en daarna gaan we hem afsluiten. Hoe gaan jullie om met als je het even lastig vindt om jezelf te motiveren als ondernemer? Zal ik eerst even mijn visie daarop geven, dat jij daarna nog wat tips kan geven daarbij? Ja. Kijk, het ligt er een beetje aan. Sommige shit moet gewoon gebeuren. Hè? Ik heb soms ook geen zin om stories te maken. Maar ik weet dat ik verkoop vanuit mijn stories. Dan denk ik weer van, ja, wat is dan mijn motivatie? Geld, punt. En niet per se geld, maar ik weet dat ik dan andere dingen kan doen met het geld, zeg maar. En bij mij ligt hij er echt heel erg tussen dat... Kijk, ik ben natuurlijk ziek langdurig. Dus voor mij zit daar ook nog een ding in van... Doe ik bepaalde dingen niet omdat ik me echt niet goed voel of omdat ik geen zin heb erin. En als ik geen zin heb, geef ik mezelf gewoon een schop onder mijn hol. Ga ik gewoon achter mijn computer zitten en doe ik het gewoon. En wat meesterlijk werkt, als je denkt van ik heb een drukke week. Je vindt het lastig om jezelf te motiveren. Je blijft hangen op je telefoon, want dat is het vaak. En dan blijf je scrollen, want dat is lekker makkelijk. En daar komt dan dopamine uit vrij. En dan het hele systeem wordt verstoord. Verwijder even een week TikTok van je telefoon. Zonder grappen. Ben serieus. Ik doe het af en toe wel eens als ik denk van ja, ik ben weer veel te afgeleid met allemaal dingen en ik wil gewoon focus. Verwijder gewoon TikTok een week van je telefoon. Maar dat is voor mij is dat echt mijn guilty pleasure app, zeg maar. Waar ik dus de hele dag alleen maar bullshit op zit te kijken met filmpjes van kippen die dansen en zo. Ik ben niet goed bij mijn hoofd. Dus snap je? Ik weet nog. Ik zie het ook helemaal doen. Oh, ik ga er zo goed op. Ik ga ze volgende keer naar je toe sturen. Maar... Dat is dus, ja, zoek gewoon voor jezelf in die hacks van oké, waar laat ik me door afleiden? Want dat is vaak hetgene waar ook het motivatieprobleem vandaan komt. Dus dat. Ja, en ik denk ook inderdaad ook daarin weer teruggaan met waarom ben je dit begonnen? Ja. He, zoek weer even terug dat vuurtje waarom dat je begonnen bent. Natuurlijk kan niet elke dag als een vrolijke, energieke, la 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 op die computer zitten te tikken.
Maar gaan we even terug met, oké, waarom was ik dit begonnen? Waarom wilde ik dit te proberen? En nou ook doorpakken. En soms moet je inderdaad jezelf een schop onder de hol geven. Hè? En dan heeft het inderdaad geen zin om uren doelloos te gaan scrollen in de hoop dat je inspiratie krijgt. Maar gewoon weer even terug met, oké, waarom deed ik dit? Waarom wilde ik dit? En let's go. Ja, en als je een chronisch motivatieprobleem hebt, ben je dan wel bezig met de dingen die echt bij je passen? Exact. Dat vraagstuk even af mogen sluiten. Ja, vind ik een goeie. Oké, cool. Dus als je denkt van, hé, ik heb echt een chronisch motivatieprobleem, kijk daar even naar. Kijk sowieso op onze profielen, want wij zijn allebei een stoppenbol volgens mij. Echt, jij gaat ook echt als een tierenlier nu. Dus ik ga hem lekker afsluiten. Kelly zegt, ik heb ook heel veel apps verwijderd. Soms is dat gewoon even the way to go. Ja. Ik ga hem afsluiten. Ik stuur jou zo meteen een verzoek voor bijdrager. En ik doe vanmiddag eventjes een mooi frontje maken aan de hand van onze leuke brandingkleuren. Die zijn gemaakt door Sophie Hospes. Yes. Hospes. Ik weet niet hoe ik haar achternaam moet uitspreken, maar Sophie, love you. Jij hebt allebei onze brandings prachtig gemaakt. Dus dat. Oh my god, zag je dit? Ik zie niks, want je bent nog steeds zwart. Oh, als ik een hartje maak met mijn handen, komen er hartjes in het beeld. Oh, dat was leuk. Oké, nou, ja, nu is Siri weer. Siri gaat ook weer los. Siri, we moeten nu gewoon stoppen. Het is genoeg. Ja. Oké, ciao Gwen. Spreek je. Doei, dankjewel. Hoi.